Hallo allemaal, welkom bij Paper Craft Mix. Ik ben het Brigitta en je kijkt naar mijn wekelijkse Craft Mix video. En in de video van vandaag ga ik toch wel weer een hoop Caroline-design zien. Ik heb een aantal dingen besteld van de oude collectie die ik nog niet had en waar ik eigenlijk al heel lang een oogje op had. Wat basissets, maar ook wat extra items die ik gewoon heel leuk vond. En voor de verdere rest heb ik nog maar 3 kleine dingetjes te zien. Ik ben alleen nog maar bij de Vibra geweest deze week. En het eerste waar ik voor ging, en ik heb hem al uit elkaar geplukt, is voor dit prachtige boeketje bloemen. Alleen ik kocht het dus voor te gebruiken bij foto's voor mijn kaarten en mijn andere projecten op mijn socials. En het zat super mooi bij elkaar gebonden. Het was echt heel mooi, maar ja, ik heb het dus wel losgetrokken omdat ik dan wat makkelijker weg kon leggen, zeg maar. Maar kijk hoe leuk het is en hoe prachtig, prachtige kleuren het bij elkaar zijn. Ik vond ze echt zo mooi. Dus ja, dat was het eerste wat ik kocht. En het tweede is, en daar heb ik ook al een toefje van afgetrokken, is een paars krans. Met heel veel mooie paarse en gele bloemetjes en blaadjes. En ja, ook deze kocht ik eigenlijk alleen voor decoratie. Dus super leuk. Ik heb er al een paar afgetrokken, zoals je ziet, om te gebruiken. Maar ja, als je naar een leuke decoratie op zoek bent, dan kun je echt wel bij de Vibra terecht. Ze zijn qua prijs, vind ik nog, qua assortiment, leuker als bij de Action. En sommige dingen zijn qua prijs ook echt nog wel beter als bij de Action zelfs. Dus ja, ik ga liever daar eigenlijk voor bloemen kijken als bij andere winkels. Kijk, en ik kocht ook nog dit glitter cardboard van Craft Sensations. En deze kleuren krijg je allemaal. Ik had niet zoveel glitter cardstock meer, dus vandaar. Nou, dan gaan we nu al snel over naar de stanzersets die ik bij Caroline heb gekocht. Eerst laat ik even de basissetjes zien. Ik heb ze al gebruikt, dus ik heb ze niet meer zo heel netjes erin zitten. Maar dit zijn dus de slimline snijmallen. En ik heb al wel slimline sets van Caroline. Maar het leuke van deze is dat die heeft die postzegel buitenrand, zeg maar. Vind ik super leuk. En je krijgt dus een soort nesting set van het rechthoekje, het sterretje en van deze achthoek krijg je erbij. Zodat je die kunt gebruiken. Die kun je natuurlijk uitsnijden in je slimline, maar je kunt ze ook los gebruiken op projectjes. En je krijgt, en die heb ik ook al gebruikt, superleuke mini-standjes om zelf confetti te maken. Dus dan heb je altijd confetti in de juiste kleur bij je project. En deze swirltjes om te gebruiken op kaarten ook. Deze swirltjes heb ik wel al in een stencil om te inkten. Maar ik vind ze ook zo leuk om te kunnen uitstansen en te kunnen gebruiken. Dus ja, daarom kocht ik deze. En de volgende is deze snijmallen set met vierkanten. Zit ook niet meer netjes in de verpakking. Maar je ziet het hier wel. Je krijgt zoals altijd diverse stanzen, nesting. En dan heb je dus een aantal met een stiksteekje en een aantal met een schulprandje. Net als bij de cirkels en de rechthoeken en bij de ovalen. En sommige die snijden ook alleen maar een frameje uit. Super leuk te gebruiken. En ik wilde deze gewoon als basis voor een kaart, zeg maar. Die had ik nog niet van Caroline. En er zit een klein kruisje bij, zoals je wel ziet. Een klein plusje. Dus ja, dat is deze. Oh, ik ben helemaal vergeten de code te laten zien. De snijmallen DL Slimline K2 CDSN 0058. En deze vierkanten zijn snijmallen vierkanten CDSN 0079. Dus dat waren de basissets. Dan kocht ik ook nog een slimline stencil. Dat is deze. Met de Sunburst. Zonnestralen in het Nederlands. En ja, die is op het grote slimline formaat. Maar je kunt hem natuurlijk ook op kleinere kaartjes gebruiken. Maar net wat je wil. En dit is de CDSC 0010 Stencil Slimline Zonnestralen. En ook deze heb ik al gebruikt op een kaart. Die kan ik jullie nu nog niet laten zien. Die komt eraan. De volgende is een aanvulling op een stempelset die ik al had. Misschien herkennen jullie ze wel. Ik had al de stempelset en de snijmallen die daarbij horen van deze avocado's slash peren. Maar ik vond het toch ook wel leuk om de stanzerset erbij te hebben. Ik stempel wel graag, maar ik stans nog veel liever. Dus ik dacht, ja, laat ik het doen. En hierbij zit een superleuk brilletje die ik dus op al mijn stansjes kan gaan gebruiken. Dus ook op mijn patoolies. Ja, noem het maar op. Die kan gewoon overal op. Dus dat is superleuk. Je krijgt ook nog feesthoedjes, die had ik ook nog niet, ook super leuk te gebruiken. En ook weer strikjes. En ja, je kunt er verschillende gezichtjes geven zoals je wel ziet. Je krijgt een standje voor de pitjes, snorretje, super leuk. Het kleine standje voor baby's, kun je er babytjes van maken.
helemaal blij mee. Dit is de CDSN 0084. Snijmallen, avocado en peer groot. Dan had ik ook al een tijdje deze op het oog. Mooie bloem. Super gaaf te gebruiken. Zeker ook zoals je hier ziet in het zwart als een silhouet. Paardenbloem. En dit is een gesloten paardenbloem. De formaten staan erbij zoals je wel ziet. Je krijgt ook prachtige blaadjes erbij. En de losse dingetjes dat die uit kan waaieren, zeg maar. Super leuk. Dit is de CDSN 0167 snijmallen paardenbloem. Kan ik lekker gaan gebruiken op de voorjaars- en zomerkaartjes die eraan gaan komen. Dan had ik ook nog, en die heb ik ook al gebruikt, die zitten helemaal door elkaar inmiddels. De bijpassende snijmallen set voor de stempelset van Bloemetje. Je krijgt dus, en hij zit hier verstopt, maar het grote woord Bloemetje, dus in de drie laagjes, zoals in meerdere sets altijd zitten. Een paar stansjes nog voor kleine bloempjes erbij te maken. En dus de stansjes voor de stempels van deze. En die heet CDSN 0104, snijmallen Bloemetje. Dan had ik de snijmallen set Proost al een keer gekocht, een tijdje terug. Maar daar miste ik toch wel de stempelset bij, omdat die gewoon in een heel mooi font leuke teksten op zitten, ook voor vader, zeg maar. Dus vader, proost, het proost in die mooie verschillende manieren stempels, zeg maar. Deze kun je inkleuren, deze kun je mee instempelen met een andere kleur. Superleuk, kan niet wachten om mee te gaan spelen. Nou, op een mooi jaar, geweldige verjaardag, gezondheid, je bent, het goede nieuws, het goede leven. Toast, nog vele jaren gewenst, dat verdient. Daar moet op gedronken worden, jou. Superleuk voor mannenkaarten en vaderdag. CDST 0048 stempels, proost. Dan, ja, ik wil natuurlijk ook nog een paar stempelsetje van Josselijnen. Deze zijn zo lief. Bijpassende snijmallen verkrijgbaar heb ik niet gedaan, want deze ga ik natuurlijk niet het hele jaar door gebruiken. En dan kan ik ze net zo goed met de hand uitknippen. Maar kijk hoe lief, deze is op een ei aan het racen. Deze is eraf gevallen. Een staand konijntje, een zittend. Nou, keileuk. Ik kan niet wachten om deze te gaan inkleuren. I'm so excited. Happy Easter and hopping by to say hi. Super, super lief. Stempels hippity hop. CD JD 0005. Dan nog een stansenset van Josselijnen. Deze wilde ik ook al heel lang hebben. Want hoe cute is dit kopje en dit theezakje. Ik vind het zo, zo schattig. Je krijgt dus allerlei standjes, dat kun je hier wel zien, hè, om het theezakje aan te kleden. Het labeltje voor eraan, het schoteltje, maar ook de standjes om het gezichtje te maken. Om de koffie een ander kleurtje te geven of de thee. Hier hebben we nog, ik ga even goed kijken waar deze voor is. Geen idee. Nou, ik denk voor een suikerklontje of zo, maar ik zie hem eigenlijk hier niet terug. Nou, moet ik nog eens even goed voor gaan zitten. Super, super leuk. Oh ja, kijk, een suikerklontje. Oh, en koffieboontjes. Kijk, oh wat lief. Daar had ik wel stempeltjes van, maar nog geen standjes. Daar ben ik ook heel blij mee. CDJD 0030 snijmallen koffietime. En de laatste is ook weer iets voor een verjaardagthema. En dat is deze, want hoe leuk is het om een piñata te kunnen maken met standjes voor een verjaardag. Zo leuk. En ik vond ook deze zo leuk, een ballonnenfiguurtje. Snoepjes, kleine snoepjes krijg je erin. Ook weer een feestmutsje. En ook weer andere soorten swirreltjes om te gebruiken. Muzieknootjes. Super, super leuk. Toetertjes ook weer. Ook weer standjes voor confetti. Deze is weer net groter, deze twee, als bij de Slimline. Dus dan heb ik echt een alle maatjes, zeg maar. Hier is ook nog een ballonnetje. Een rechthoekig ballonnetje. En een gewoon ballonnetje. Ja, super blij mee ook weer. Dus ik alleen nog even kijken waar dit voor is. Zou dit ook voor de ballon zijn, deze, om aan de ballon te doen? Moet ik ook nog eens goed bekijken. Deze is snijmallen Let's Party. CDJD 0016. En dit was alles wat ik jullie deze week kon laten zien in deze Craft Mix video. Ik ben benieuwd wat jullie er allemaal leuk van vinden. En nogmaals, ben je op zoek naar mooie bloemen voor je huis te versieren? Of inderdaad ook voor bij je foto's, bij je kaartjes? Ga zeker een keer bij de Vibra kijken, want die hebben superveel mogelijkheden en hele leuke items. Dat was het voor deze week. Aanstaande vrijdag heb ik mijn workshop met de dames. Ik ben super benieuwd.
naar hoe het gaat en hoe ze het gaan vinden. Ik kan er niet op wachten. En dan laat ik jullie volgende week wel eens horen. En ook wel, zal wel wat foto's maken. Zodat jullie kunnen zien hoe dat gegaan is. En ja, ik hoop jullie weer terug te zien in mijn volgende video. Bedankt voor het kijken. Groetjes!